boys and girls. Yo boys and girls. Yo boys and girls. Yo boys and girls. Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we voor de laatste keer, ja, ik neem dit op 1 december 2021. Maar deze video komt pas in januari ergens online. Maar vandaag gaan we voor de eerste keer in dit jaar en nog eens een FIFA-video doen. Dat is eindelijk. De afgelopen zoveel video's waren het alleen maar FIFA-video's. Maar we gaan eerst een slokje nemen van Arizona. En ja, zo dadelijk gaan we dus in de Ultimate Team springen. En hopelijk kunnen we een preview pack ook doen. Maar ik denk dan niet. Ik denk eerlijk gezegd dat ik nog moet wachten op een preview pack, dus ja, we gaan nu Ultimate Team. We zijn nu aan het verbinding aan het maken met de servers van FIFA, van EA. En ja, nu zijn we Ultimate Team aan het ingaan en ik denk dat het oude team moet weekend nog gaan bijstaan. Dus even zien. Ja, dat is nog het oude Team of the Week. Dat wordt vandaag geüpdate. Dus Team of the Week 11 komt vandaag uit. We zien jullie weer. Dan ga ik straks het vervolg maken op deze video. Dus deze video gaat in 2-3 delen zijn. En dan ga ik ineens doordoen naar zondag. Naar mijn weekend. Naar mijn Squad Belt Rewards. En dan sowieso gaan we mijn team nog eens bekijken. En ja, op de goal staat nog altijd Alisson. Linker centrale verdediger staat Laporte. Rechter centrale verdediger, die moet ik eigenlijk nog wisselen met Ruben Diaz. Dat is Phil Jones, zijn SBC, zijn momenten SBC dat ik gedaan heb. En ja, eigenlijk die SBC, wat doe ik nu op selectie kiezen? Die SBC van Phil Jones. Ik had die bijna gratis kunnen doen. Ik had die beter ook in een video gestoken, maar heb ik niet gedaan. Nu moet ik even Ruben Diaz zijn nummer nog aanpassen. Dus op rechter centrale verdediger staat nu Ruben Diaz. Op linksachter staat Robertson. Rechtsachter staat Trent. Rechts midden staat nog steeds Sancho. Centraal middenveld vormen Pogba en De Bruyne vormen het centraal middenveld. Links midden staat nog altijd hun. Min Son. Op de spits staat Lukaku en Vardy nog steeds. Op de goal. Op de bank staat Courtois, De Ligt, Casemiro, Hakimi, Marcos Llorente, Müller, Gerard Moreno, Phil Jones staat op de reservebank. Dat is zijn momentskaart. Martinez, Foden, Kruse en Ben Davies. Ja, Ben Davies. Staat eigenlijk op de reservebank. En deze zijn zo'n beetje ik heb geen gouden rijders meer, dus hopelijk pak ik deze weekend weer ziek. Ik ga nu vooral tot zaterdag eigenlijk toe spelen. En zondag ga ik dan om 8:55 terug tot jullie beginnen te recorden. En ja. Ik zie jullie guys. En ja, we hebben nu dus die objectief gedaan van de 100 volleys. En yes, we zitten nu dus aan het tweede zeldzame spelerspakket. 75 tot 33 algemeen. Please EA, geef ons iets goed. Ik heb hem open geklikt. En hopelijk wordt het borden. Het worden geen borden, ja. Cario. What the fuck, man. Yay. Waarom geeft je die scheidspeler? Twee spelers die ik misschien in SBC kan verwerken. Maar, ja, dat was dus nog dit ding van de video. Ik moet nog 4 uur wachten voordat ik mijn preview pack kan doen, dus. Ja. Preview pack kan niet in deze video zijn, dus. Ja. Ja, ik heb sowieso
nu plek tot zondag. Dus ik ga sowieso blijven spelen deze week tot zondag. En dan zie ik jullie boys zondag weer terug van 5 naar 9. Misschien dat ik zondag nog één potje ga spelen voordat ik de rewards ga openen. Maar ik denk dat ik ze alle 40, alleen nog alle, ga zien hoeveel ik nog moet spelen. Ik moet er nog 23 spelen, dus ik kan ze alle 23 nog voor zondag spelen. Dat ik hem gewoon om 5 naar 9 zondag moet opnemen. En dan, ja. Zie jullie guys zondag. En dan zijn het de rewards. En dan sluit ik dus de video af. Als ik ondertussen nog iets van seizoensdoelstellingen behaal, ga ik jullie zeker nog updaten. Bijvoorbeeld nog een pack of zo. Maar ik denk niet dat dat voor deze video gaat zijn, die pack. Of er zouden nieuwe objectjes moeten komen voor squad battles. Met de dingen vrijdag. Met de nieuwe promo. Rotor Finals zeker binnenkort. Nu vrijdag is Rotor Finals. En ja. Zie jullie guys dan zaterdag. Of zondag. Nee, zondag terug. En hopelijk zie ik jullie in die week, in de loop van deze week nog terug met een nieuwe, promo. Het is nu dus zaterdag en ja, jullie horen misschien aan mijn stem dat ik een klein beetje ziekjes ben. Dat komt omdat ik gisteren mijn boosterprik heb gehad en daardoor een beetje ziekjes ben. Maar dat maakt niet uit, want we gaan opnemen. Ik heb voor jullie een zeldzaam Electrum spelerspakket klaarstaan. En dat heb ik van de seizoensdoelstellingen heb ik die gehaald. We gaan het direct openen. En hopelijk zit er wel een groep team of een groep stage of zo in. Maar ik denk dat niet. Er zit wel een border in. Schmeichel. 85 Schmeichel. Dat is wel decent. Maar wat kan erachter zitten? Er zit Alexandro, Kramaric, Eudegaard, Luis Milla, Niakate, Siket, die daar naar Frankfurt gaat, denk ik, of was het? Goed voor een Pro League team, maar dat ga ik niet gebruiken. En dan ben ik morgen bij jullie terug. Eerst gaan we nog eens een goud pakket open doen. Ja, een premium goud preview pakket. En daar zit niks in. Daar zit alleen maar Romero in. En ja. Daar zit dan echt veel in. Dus ja. Ik zie jullie guys morgen terug met weer een video. Met weer het stukje van de video. Hopelijk pikken wij Ronaldo of Lewandowski of Salah. Maar dan ben ik morgen bij jullie terug. Ik ga jullie sowieso nog, nog tussendoor updaten als er iets beter uitkomt. Als bijvoorbeeld bij seizoensvoortgang. Het megapakket heb, maar dan denk ik niet dat ik dat vandaag ga halen. Ofwel moet ik nog 5 wedstrijden nog 3 wedstrijden gaan spelen. En toven naar rij op de linkervleugel, die kan ik ook nog doen. Maar ja. En een goede morgen, boys en girls. Het is dus zondag en zondag 10 voor 10. Want ik heb een beetje uitgeslapen vandaag. En we gaan nu dus Ultimate Team in. Zoals jullie zien. Zoals jullie zien gaat er weer een nieuwe promo zijn. Oh, het is al voorbij. We gaan dus naar de Squad Battles Rewards. Already to be claimed. We hebben dus Elite 3 weer al eens gehaald. Weer al Elite 3 op deze FIFA. Zoals anders eigenlijk. En we gaan. Oh, heb ik al zo'n foutje gemaakt, maar dat maakt niet uit. We gaan weer naar de rewards kijken. En
We gaan eerder beginnen met het Prime Mix Place Pack. Misschien wat we daaruit gaan krijgen. We krijgen niks uit. Portugees, CDM, Paulinha. Dat is eigenlijk te doen. Niks te doen. Bakayoko, Marmolenko. Allemaal dikke scheid. Nu komen de big packs. Allee, bigs is dat nu ook niet. We krijgen zo ware walkout uit. Centerback Koulibaly. Bro, walkout nu 26 of 27. Kalidou Koulibaly. Daar wil ik op. Die moet ik dood zien als een. Deze boys, Kalidou Koulibaly. Again. Ik wist dat we één walkout toch gingen pakken. En Vardy dubbel. 28 walkouts. What the fuck? Vardy gewoon dubbel. Een dubbele Vardy erachter. Wauw. Dat is coins. En borden. Center forward. Joao Felix. En dan krijgen we nog. Topsoba, Sinisterra, Eriksen. En die gaan we. Die kan misschien wel waard zijn, die kan ik gewoon op de transfermarkt smijten. Ja. Dit was dus de video. Bedankt voor het kijken naar de video. Mijn naam was dan altijd Dylan. Is er altijd Dylan, altijd al geweest. Ik ga voor jullie nu Vardy verkopen. En dan gaan we elkaar er zien in een nieuwe video. Tot dan, mijn geboeide Dylan. Yo.